Hallo iedereen, welkom op TV Kids. Vandaag gaan de series van Dragon Boss enkele thema's bespreken. Er zijn positieve thema's en negatieve thema's. De positieve thema's zijn de krabbers, de talen, de twee talen spreken, P4, de bloemen en de banken ING. De negatieve thema's. Het vervuilheid in de straten, de dronen van honden, de stips, de auto's en het paviljoen, het gesloten paviljoen. Nu gaan we door in het Frans. Bonjour, bienvenue sur TV Kids. Aujourd'hui, les shérifs de Dragon Boss vont vous traiter plusieurs thèmes. Il y a des thèmes positifs comme des thèmes négatifs. Les thèmes positifs, les trajets en commun, les crabbers, l'aire de jeu, la stip, les écoles, P4, les fleurs et la banque. Les thèmes négatifs sont la stip, les voitures, le caca, le pavillon fermé et les déchets par terre. Allons-y. Hallo Ambre, mag ik je enkele vragen stellen? Ja. Wat is je favoriete spel? Het spel om te draaien met het blauwe. Dat blauw is. Oké, mag ik je... Wat denk je van de mensen die hun rollen overlaten? Ik vind het niet goed en niet leuk, want als de meneer en de vrouw dat zien, dan kunnen ze... Dan niet zien, dan kunnen ze erop stappen en dat is echt niet. Oké, dit is het interview met Ambre. Bonjour madame, je vois que vous admirez ces fleurs. Qu'en pensez-vous? Bonjour, moi c'est vrai, j'aime bien les fleurs à Dragon Boss parce que ça ramène une petite ambiance et un peu de couleur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonjour. Nous voilà au Crabbers. Nous allons rejoindre Gabi et il va nous expliquer ce qu'on fait au Crabbers. Voilà. Moi? Oh, bah vite. Goeiedag. Ik ben Gabriel. Wat wij bij de Crabbers doen, dus wij zorgen voor kinderen die van 2 jaar... tot 14 jaar oud zijn. Die doen we in 4 groepen. Er zijn ongeveer 2 monitoren per groep. Dit hangt af van het aantal mensen in een groep. We hebben ook een begeleider en een hoofdmonitor die ervoor zorgen dat alles goed gaat. We zijn in een klein speelplein. Dus is het zeer familiaal. We kennen alle kinderen al jarenlang. En onze bedoeling is gewoon amusement. Ben voilà. Nous remercions Gabi pour ses informations et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau épisode. Au revoir!